Goedenavond, mijn kind. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Welkom in de biechtstoel. Hebt u veel zonde om op te biechten? Nee, ik heb er geen. Prima. Dan kunnen we het over de voorstelling hebben. Ja, zalig. Welke voorstelling heeft u vanavond gezien? Hoe heet ze nu? Die voorstelling. Oh-oh. Zonde nummer 1. Ik ben het eventjes kwijt. Monstera. Monstera. En weet u ook van welke compagnie? Ja, Sicilia. Van ja. Compagnie Sicilia, dat wist ik wel. Ja. Over wat ging de voorstelling, Monstera? Over wachten, over zoeken naar de zin van het leven. Mm-hmm. Een vijftal mensen die in een wachtkamer terechtkomen. Mm-hmm. Ze zitten allemaal te wachten totdat de deur opengaat. En zo begint het stuk. En wat gebeurt er tijdens het wachten met die vijf personages? Ze creëren een band, ze leren elkaar kennen. Ze worden op een gegeven moment nieuwsgierig naar elkaar, waardoor dat ze misschien ook wel wat beginnen twijfelen aan zichzelf. Met welk type zou jij het liefst op café gaan? Tina, denk ik. Ja, ze was echt letterlijk aan te wachten op vrienden, denk ik. Zocht wel vriendschap. Ik denk met Seba. Die weinig verwachtingen had, die denk ik wel een beetje spiritueel in het leven staat. En met wie van de personages zou jij denk je ruzie kunnen maken? Misschien met Benny. Dus de zanger To Be, de jongen die nog bij Zeemoeken woont. Wat vond u van Monstera? Verrassend, humoristisch, soms over de top. Het begin van het stuk vond ik geweldig. Dat was echt ongelooflijk goed geacteerd. Ik vond het geweldig. En waarom? Ja, omdat het zo levensecht is. Zo herkenbaar. Ontroering. Ontroering was daar ook bij. Van, we weten het inderdaad niet. We weten bij niks. We zitten wij eigenlijk heel ons leven in die wachtzaal. De variatie tussen de personages vond ik heel mooi gedaan. Dan voelde je wel van, oké, ik zit hier goed. Het gaat leuk worden vanavond. De acteur met de saxofoon, dat vond ik bijzonder mooi. En dan als ze samen dat edelwijs zingen. En hoe zag het decor eruit? Dat vond ik wel tof. Ja, met die deur. Een flashy deur, vier stoelen. Er stond een bank ook, denk ik, achteraan. En een plant. Waarom moet je lachen als je zegt en een plant? Ja, omdat die scène met die plant ook wel best heel grappig was, vond ik. Wat gebeurde er? Een van de personages moest naar de wc en dan hebben ze een muurtje gebouwd. En dan kwam dat eitje eruit. Dat vond ik heel grappig. Wat vond je het grappigste moment in de voorstelling? Misschien dan zijn liedje. Het liedje van Benny. Ja. Ja, het brood op Seba zijn gezicht. Dus de vraag was eigenlijk van... welke show of welke act ga jij brengen dat ik binnen achter de deur? Seba had niets voorbereid en dan maakte hij dus een brood met oogstjes en een mondje in of en een neusje in. Waar denk je dat de deur naartoe leidt? Naar jezelf. Jezelf tonen, je talenten tonen, zelfvertrouwen. Ook wel een stukje durf, springen in het niets. Ik dacht, ze gaan geroepen worden om een job blijkbaar of een opdracht. Ik denk dat heel de wereld aan het wachten was. Dus jij zag in de voorstelling een metafoor voor de mensheid? Ja, ik wachtte mee. Was er iets wat je niet zo goed vond aan de voorstelling? Nee, eigenlijk niets dat mij echt stoorde. Het ging een beetje met ups en downs. Het heeft mij niet gebeten, ik zal het zo zeggen. Ik vond de personages super en ik had denk ik wel door dat de mensen allemaal zaten wachten om binnen te gaan, maar dat was het dan. Het enige nadeel was dat ik, als het op de grond te doen was, zat ik niet op de ideale plaats daarvoor, dus heb ik wel wat dingen gemist. Veel dingen zijn mij ontgaan omdat het snel was. Het was af en toe misschien een klein beetje stil van vanachter. Het stuk op zich is zeker wel... ik zou het zeker wel aanbevelen aan andere mensen om het te gaan kijken, want ik vond het echt wel knap geacteerd. Hoe eindigt de voorstelling? De voorstelling eindigt als een van de personages opgaat in het niets. Ze vonden elkaar in hun liedjes, de twee, ik zou zeggen, Carolien en Benny. En Benny, ja. Ja, hij zong dan zijn liedje, hè, waar hij zo graag succes mee wil hebben. Ze zijn allemaal door de deur gegaan. Wat betekent dat einde voor jou? Als de deur openging, dat de buitenste laag een beetje eraf viel. Mm-hmm. Hun authentieke zelf die dan naar boven kwam, zoiets. Er wordt een spanning opgebouwd, maar dat is eigenlijk gewoon ook een illusie. Een deur waar dat je doorgaat en je bent er eigenlijk altijd al. Je hoeft niet een spanning af te wachten.
Want je bent er al. Je bent er al, ja. Is er nog iets dat jij graag van je hart, lever, ziel of longen zou willen hebben? Ik heb er gewoon intens van genoten. Het was prachtig. Dan zijn bij deze al uw zonden en zorgen vergeven. Oh, hoe fijn is dit? En wens ik u nog een heel prettige avond. Dank je wel. Voor u ook. Dank je wel. Oké, dank je wel.